otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Hallo lieve kijkers. En welkom weer bij een nieuwe vlog. We zijn in Almuñeca. We zijn in Almuñeca. Hier gaan we doen? Zondags de markt. Vandaag is vrijdag. Maar is vandaag ook markt. We gaan even lekker kijken. Zijn we nog nooit geweest op vrijdag. Ja, wat heb jij een vet zonnebril op? Ja. Van wie is die? Die is eigenlijk van Edwin. Ik mocht hem even lenen. De mijne ligt thuis. Misschien kunnen we een nieuwe zonnebril vinden. Ja, wie weet. Ja. En ik slippers. Heb er ook één nodig. Moet ook slippers hebben. Ja, toen we eigenlijk hier naartoe kwamen reden, was er echt super veel bewolking. En nu zijn we hier al in Almuñeca en de zon die komt lekker door. Dus daar zijn we alweer heel erg blij mee, want dat warme weer, dat stimuleren we. Dat willen we eigenlijk natuurlijk het hele jaar door. Ga rijdt gewoon door, terwijl het voor ons groen is. Mogen lopen. We gaan even oversteken hier. Het begint ook te knipperen. Oh, moeten rennen. Oversteken. Dus ja, het is super goed weer. Hartstikke blij mee. En we lopen nu richting de markt. Ook altijd leuk om even te kijken. Ho, 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 ho. Het ging net goed. Zo, we lopen net de markt in. En dan kan je hier een beetje een beeld van achter zien hoe ver het doorloopt. En dat zijn dus dan zo'n 3 of 4 rijen naast elkaar. Dus het is echt super druk. Het leuke is dat het is nu natuurlijk heel erg druk. Dat vrijdags is er een gewone markt. En zondagochtend is er een tweedehandsmarkt. Dan staat het hier helemaal vol met allemaal leuke tweedehands spulletjes. En vandaag gaan we even kijken op de gewone markt. Nou, we hadden natuurlijk nog zonnebrillen nodig, zeiden we toch net? Ja. Ik ga even deze proberen. Hij is een beetje vies, maar... Staat die? Ja, leuk. Ja? Ja. Zeker weten? Ik kijk even in de spiegel. Is hij niet te klein? Want je zegt altijd tegen mij dat zonnebrillen te klein op mijn grote hoofd zijn. Je kan even kijken of er nog meer is, maar ik vind deze wel leuk. Ik vind dit model ook leuk. Ja, hè? Ja, en er staat ook niks op. Ook beter. Leuk. Vind je die leuk of niet? Is anders dan anders. Is groen. Voorbij je trui leuk. Vind je het wel, Daniel? Ik vind die Gucci aan de zijkant. Nee? Oké. Okay. Dit is een onderbroekje met billen. Kijk. Met billetjes erin. Dus als je nou niet genoeg billen hebt, dan kun je een onderbroek aan doen met billen. En hier meteen, hè? En dan gelijk smalle taille. Dus. Mannen, geloof niet alles wat je ziet in de wereld dat er loopt, want je ziet het. Soms is het niet echt. Deze. Voor de balken. Voor de balken. Kleine, maar ja, kijk. Ja. Dan kunnen we beter nieuwe balken kopen, dat is goedkoper. 9,50. Net als met klompen deed je ook altijd zo. Dus dan kan je het makkelijk boven je hoofd met twee handen. Met twee handen zo. Ja. Maar dan moet je zo'n mes hebben met twee handgrepen zo. Ja, ja. Zo'n soort... Dit noemen ze een badpak. Schaaf. Hey, dat noemen ze een badpak. Bijna niks op. Om er even op terug te komen op het messenverhaal. We zijn natuurlijk nu in het huis van Edwin heel erg druk bezig met alle balken in het plafond helemaal kaal te maken van de schors. En dan gaan we daarna gaan we ze in de bijt zetten. En dan, ja, dat is een heel mooi gezicht is dat. Alleen, ja, we hebben nog geen echte soort van functie of mogelijkheid gevonden om dat op een lekkere manier te doen. We hadden dus nu mesjes gekocht, best wel scherpe mesjes. En dan moeten we zo eigenlijk stukje voor stukje de hele boom helemaal afraspen met een mesje. Maar ja, het zegt dus, er is dus ook zo'n, hoe noem je zo'n ding, zo'n klomp? Ja, als je klompen bewerkt, dan kan je het zo met twee handen, kan je het zo wegschaven en rondschaven, die boomstammen. Dus dan moet je even kijken. Ja. Houtbewerking moeten we even kijken, gereedschap. Dus dat. Welk tafelkleed hebben jullie gekozen? Diggelen weer. Mira, is het? Deze. 2 meter. 2 meter. En waar komt die? Voor het eten. Op de eettafel. Maar in de woonkamer of in de buiten? In de woonkamer. Buiten is ook leuk. Ik dacht dat jullie voor buiten bedoelden. Vragen ze net hoe lang die tafel is buiten. Neem er één keer erbij. Zie je het? Ed? Dan is dat. 2,5 meter. Ja, volgens mij. Ja, maar er kunnen 6 stoelen tussen. 2,5 tot 3 meter, denk ik. Voor binnen 2 en voor buiten 3. Voor binnen 2 en voor buiten 3. Zou ik doen. Geslaagd, jongens. Helemaal geslaagd. Zo, jee, wat heb jij op dan? Dit is iets voor jou. Oh, die vind ik wel heel vet. Hé, kijk, Demi. Je lijkt nu
Je lijkt nu op dat van dat filmpje. Nee, deze heeft geen spiegel. Hoe heet die ook alweer? Die, je weet wat ik bedoel. Nou, we zijn zojuist klaar met over de markt heen lopen. En het eerste dichtstbijzijnde Aziatische restaurant wat we hebben gezien, daar gaan we naar binnen. Want een menu de dia, die kost maar 5,95. Dat is heel goedkoop. En zo te zien is het aardig druk ook binnen. Het is al bijna helemaal vol. Heb jij er zin in, Neem? Ik heb wel zin in. Het is lang geleden dat we Chinees hebben gegeten. Nou, we gaan lekker een 4-gangen menu bestellen. En we gaan eens even kijken wat er allemaal op staat. En dan gaan we een keuze maken. Menu de dia. We hebben honger als een paard. Yes. Wij doen gewoon... Roos! Roos! Weet je wat je gaat bestellen? Ja, ik neem spring roll, beef with onion, fried noodle en cream caramel. Ik neem spring roll, chicken with curry en fried rice with 3 delicious. Niks staat erbij. Een toetje? Toetje neem ik een koffie. Koffie? Koffie. Mag ik dan jouw toetje? Ah. Nee, want dan krijg ik geen koffie. Koffie is het toetje. Nou, de eerste spring rolls komen binnen. Ed heeft een salade. Ik een potje salade. Zo, we zitten weer helemaal vol, jongens. Mondkapjes kunnen we wel. Mondkapjes kunnen we wel. Oh, ja, denk je dat de coronavirus zat hier? You nee. Never know. Nee. En dan maar wel. Overal in de wereld, hè? We hebben in ieder geval wel lekker gegeten. Ik zit echt vol. Zo. 2 of 3 gangen menu. Voor maar 6 euro. Nou, dat is echt geen geld, toch? Nee. Nou, wat gaan we nu doen? We gaan natuurlijk naar de bus. Ja. En dan? En dan gaan we naar Torrox. We gaan naar Torrox. We gaan kijken bij de camperplaatsen Torrox. Gaan we even een beetje, ja, misschien ideeën opdoen. Ja, Hollandse mensen. Gaan we eens even kennis maken. Even kijken hoe hun het hebben gedaan. Is altijd goed om even te kijken bij een ander, toch? Ja, we hebben een goede chauffeur bij ons. Het is onze chauffeur. Goed, onze chauffeur. Ja, ik heb niet echt vakantie dus, zoals jullie zien. Ik ben de hele week aan het klussen en dan ben ik zogenaamd vrij en dan ben ik weer chauffeur. Ja, maar daar ben jij zo goed in, Ed. Ja. Jij weet dat zo goed is. Ja. Vette auto, die. Ja. Kan er niet open. Veel. Doe maar open. Stapt u maar in. Nee, stapt u maar in. Ja, kijk maar. Oh ja. Zit. Zo, we zitten. Woehoe. En dan nu op naar Torrox. We zijn aangekomen in Torrox, bij de camperplaats. We hebben niet aangekondigd, of tenminste, we hebben geen contact gehad met de mensen dat we er aankwamen. Dus ik ben benieuwd of iemand ons te woord kan staan. Iets meer kan uitleggen, misschien, over de camperplaats, toch? Ja, zeker weten. We gaan eens even kijken. Kijk, er komt er een aan. Camper. Kom je het? Het staat gewoon helemaal vol. En? Ja, mooi, netjes. Mooi dat grind. Niks om te zitten. Ja, toch? Nou, zoals jullie kunnen zien, staat het dus helemaal vol. Ik denk dat er ongeveer zo'n 50 campers staan. Ja, zoiets. 50 campers. Ja, en ze hebben overal ook elektriciteitspunten. Dus daar ook. Dus dan kan je gewoon stroom tappen. Wat natuurlijk ideaal is als je onderweg bent met een camper. Eén lichtpunt, hè, midden op het terrein. Ja. Oh ja, daar bij de toiletten ook. Ja. Maar ja, dat zijn maar 1 damesdouche en 1 herendouche. Ja, maar 1 damestoilet en 1 herendouche. Meer heb je natuurlijk niet nodig, dat is gewoon voldoende. Ja. Hier hebben ze dus ook een vuilwaterstortplaat. Heel simpel. Dit is gewoon van beton gemaakt, die rijdt erop. En daar in het midden heb je dan de rooster. En nu kan je dus al je vuilwater storten. Dat is dus heel belangrijk voor de campers. Dus dit kunnen we ook gewoon zelf maken in principe, toch? Onze camperplaats. Ja, dat is heel makkelijk. Alleen we moeten alleen nog de afvoer vinden. Ja. Dat is het belangrijkste. En hier is zo'n container. Ja, met toiletten. Toiletten en ook een invalide toilet. Even kijken binnen. Ja. Het ziet er
ook allemaal. Oh joh, met een douche. Met een douche. Kijk hoe mooi. Met douchemuntjes. Kijk. Dat ziet er netjes uit, joh. Ziet er super netjes uit. Een douche. Mooi. Ja, toch? Nou ja, we stonden dus net ook met deze Nederlandse mensen te praten. Die herkennen ons meteen. Die kijken ook alle vlogs. Dus dat was ook heel leuk. Dus deze vrouw die zal waarschijnlijk ook de nieuwe vlog gaan zien. En die zei al van dat het al helemaal vol staat gereserveerd. Zelfs volgend jaar. Dus er zat er ook nog een klein rood busje met Nederlandse mensen. Die hebben dus ook al voor volgend jaar of was het dit jaar gereserveerd? Voor volgend jaar. Voor volgend jaar. Zodat ze dus plekken mooi. Kijk, je kan ook de zee zien vanaf hier. Dat ze dus mooi al zeg maar, een plekje hebben gereserveerd, net als deze plek. Dat ze dus uitzicht op zee hebben. Ja, want er zijn nog maar plekjes voor. Drie, hè? Er zijn nog maar drie plekken over voor volgend jaar. Dus dat moet je nagaan. Op onze camperplaats heb je eigenlijk overal waar je staat een supermooi uitzicht. Want je staat nog geen 20 meter van het strand. Kijk, hier zit dan nog een weg tussen. Maar hij is toch ook heel mooi hier. Het is heel mooi hier. En zij had ons ook gebeld, hè? Zij had ook inderdaad gebeld. Ze wou ook reserveren voor volgend jaar. Alleen zij is niet zelfvoorzienend. Nee. Dus het is al helemaal vol hier. Mensen komen met scooters, ze nemen een smart staan, die hadden een smart mee. Dus ja, dit... Camper is een hype. Wat wil je nog meer? Toch? Niks. Ja, dat onze camperplaats af is. Ja. Harry, even goed kijken. Goed kijken. Ken jij ze? Ja. Waarvan? Vertel. Harry, vertel. Rustig. Oh, keileuk. Even rustig weten. Ja. Weet je, TV, Polenpos. Polenpos, ja, precies. Griekenland. Het Spaanse dorp. Ja. Dat is hier vlakbij. Ja, dat is niet zo ver weg, dat klopt. Ja, die serie. Oh, die serie, hebben wij gezien. Nou, hier heb je knuffel, jongen. Kom, wou zo even hier. Ja. Echt heel leuk. Nee, dat klopt, ja. Daar hebben we wel heel veel gevolgd. Jurgen, Daniel. Ja, ik ken jij ook, hè. Leuk jullie hier. Hoi. Hallo. Superleuk. Ja, toch? Oh, echt wel. Hoi. Hallo. Daniel. Het is toch wel lief dat we gewoon zo onthaald worden. Super lief. Door deze Nederlandse mensen hier, toch? Ja. Gezellig, hè? Heel gezellig. Wat neem jij te drinken, Ed? Kassetje? Nee, niet. Nee, water. Water? Dat hebben we niet. Ja, water wel. Het Brabants water. Brabantse gezelligheid, hè? Brabants water. Brabants water hebben we nog. Ik neem even een biertje. Dan beginnen ze vandaag. Dat klopt. A few moments later. Nou, we gaan er weer vandoor. Hey. Fijne vakantie. Bedankt, jullie. Veel succes. Bedankt voor de lekkere kassen. Oh, veel succes. Dankjewel. Ik snel. Nee, zo. We gaan kijken. Ja, dat moeten we zeker doen. We doen het samen met Harry en Rick. Hey, tot ziens. Fijne vakantie nog. Zeg tot ziens, maar Harry. Misschien komen we even op tafel. Doei. Doei. Nou, we gaan weer terug naar de auto. We hebben een hele hoop inspiratie opgedaan. Leuke mensen ontmoet. Het was echt heel gezellig. En ik moet zeggen, het weer is in één keer best wel omgeslagen. Het is een heel stuk frisser geworden. Er zat ook een aardig windje. Dus we gaan snel naar de bus. En weer terug naar Polopos. En we zijn inmiddels weer thuis van de lange dag. Boodschappen gedaan, want we gaan lekker tapas eten. En de dames zijn aioli aan het maken. Salam, aioli. Nou... Als het goed is. Ik hoop het. Dat ding is stuk. Oh jee. Uh-oh. Nou, als dat maar goed kan. De tafel begint al vorm te krijgen. Zo, kijk eens even. Die tafel die ziet er alweer heel anders uit dan net. Lekker hoor. Dat is eventjes een rosé rode wijnproeverij gaan doen hier. Van Jeroen is het al gekregen. Ja hoor. Daar is hij dan. Nou, de tafel is helemaal lekker gedekt. Toch? Ziet er hartstikke lekker uit. En je hebt ook een Haaslino wijntje gepakt erbij. Ja. En een speciale rosé. Dus we gaan even wijn drinken, Ed. Jammer. Neem gewoon een glaasje water. Erbij. Anyway. Dit was wel het einde van deze vlog. Wij gaan lekker tapas eten. Tapas eten. We gaan deze vlog niet afsluiten, want...
Dat hebben de dames op de camperplaats al gedaan in Torrox. Juist. Dus wij zeggen gewoon tot woensdag. Vonden jullie deze video nou leuk? Blauw duimpje. Ja. En niet vergeet je te abonneren. En allemaal gratis. Doei! Doei!